Voor de zoveelste keer werden er borden met graffiti gevandaliseerd in Deest. Voetbalvereniging SCD 33 lijkt hierbij vooral het doelwit te zijn. Dit keer waren een scorebord op het veld en een wedstrijdaankondiging langs de Van Heemstraweg beklad. De inwoners van het dorp menen te weten wie het gedaan heeft. Namelijk een persoon die al eerder bekend stond om vandalisme in Deest. De politie doet onderzoek.